Bom, não sei que dá surpreender, obviamente, com um assegurado de nós, que recentemente a Bahia foi para tratamento médico, surpreendendo-nos com o gesto aqui de informar-nos que o serviço que nos dona era assim possível, era por a Bahia foi para receber tratamento médico, o que para a pessoa aqui está para dar, ela considera como que ela nasce de novo, porque é uma operação muito grande, ela assim, e tudo o que nos é assim possível, que é por assim, o viagem aqui, ela regala o personal de certificado completo, un garage de ice cream de Lucianos, de manera para mostrar su, con contento está con el servicio que nos ha dado. Para nosotros es un gesto que ha caído más, más bontera, manera bo mismo, mira aquí, de mi colega Nan, que está para aquí, Nan. Como quiera, que en verdad no pibianos en tendencia de 13, ahora la cosa no está tan buena, no viene de noticia. Pero bueno, atende mucho ahora que la cosa está tan buena. Y tiene hopi cosa tan buena. Para mí, por explicarle, para año, más o menos 8.500 gente de Bahía fue para recibir tratamiento médico, de cual el gran 99% de todo el bañamiento fueron ahí, las sábados, en circunstancias, y en el bonero también bon. Bueno, no te atende nunca, es un algo también malo, no te atende de nada, pero hasta ese ahí para nosotros, no es un problema para sobre para nosotros, es un momento para la organización, pues sí, con el por hacer su servicio al cliente, no se ha asegurado nada más mío. Pues para nosotros, cuando se haya nosotros, un tipo de gesto, sino que está llenado con alegría y llenado con satisfacción, para sobra, no está así, es lo que no está así, no está así, para no asegurado nada. Así, cuidos accesibles, como en el órgano ejecutivo del Ministerio de Salud Pública, está no está ella y no está haciendo con hobby smack y hobby orgullo. Ik heb een jaar geleden een hartinfarct gehad en toen moest ik met spoed naar Colombia. En alles is door ZVK echt perfect geregeld. Anderhalve week geleden ben ik voor controle teruggegaan. En ook dat is allemaal perfect geregeld door het ZVK. Dus ik wilde ze graag bedanken voor de manier waarop zij de dienstverlening hebben verleend. Waarom eet je? Ja, Bonaire, warm en nou ja, gebak doen we altijd allemaal. En een stukje fruit vond ik zo een beetje saai, dus vandaar een ijsje. Nou ja, voor de eerste keer is het allemaal natuurlijk met spoed gegaan en daar weet ik zelf niet heel veel van, maar ik ben gewoon heel goed geholpen. En de tweede keer dat ik op controle moest, was dat natuurlijk op gepland. Dus ik ben hier op gesprek uitgenodigd, er is mij duidelijk uitgelegd aan welke voorwaarden ik moet voldoen en nou ja, hoe zij mij zouden helpen. Ik kon een begeleidster meenemen die vorig jaar ook mee is gegaan. En het is allemaal nou ja, goed uitgelegd. Ik werd hier op het vliegveld werd ik goed ontvangen. We werden begeleid naar Colombia in het vliegtuig. Daar stond er een taxi klaar met een naambordje. Die wist precies waar ik naartoe moest. Ik kwam in het hotel en er lag al meteen een flyer klaar met de afspraak voor de dinsdag in het ziekenhuis. Nou, die dinsdagochtend stond er ook meteen een taxi klaar voor de deur. En toen ik in het ziekenhuis kwam, wisten ze ook precies waarvoor ik kwam. En nou ja, binnen een 2,5 uur was alles geregeld. En na 2 dagen kregen we weer een berichtje dat we op zaterdag weer naar huis mochten vliegen. Dus uiteindelijk ben ik een week uit en thuis geweest.